Hey. Hallo, wat leuk dat je naar mij luistert, want ik heb nogal wat bier op. Ik ben niet in staat om vanaf nu dat iemand zegt van ja, ik moet eventjes naar Jeleen toe en met de 130 km per uur en dat zit er niet in. Dus helaas, de Nederlandse bevolking is een chauffeur kwijt. Ik heb er ook helemaal geen zin in. Ik heb wel zin in lekker te ouwe horen in een microfoon. Dat nog wel. En zo dadelijk, maar je zegt zo dadelijk. Zo dadelijk is al mijn bier op. En dan koffie. En dan morgen weer werken. Voor straf. Of boetedoening. Of zoals ik. Dat ik wil weten hoe het gaat. Met de mensen. In Klarendal. Die in zekere zin mijn kinderen zijn. Ja, ja. Ik weet bij Totatus niet waar ik het over zou gaan hebben. Het was iets belangrijks. Dat weet ik zeker. Iets waarvan ik dacht van, ja, dat moet je mensen vertellen. Iets waar ze wat aan hebben. In plaats van gezeur over George Soros. Of Melon Tusk. Of met die maanraketten. Elon. Weet die gozer nou. Maar als die mensen zo graag naar Mars willen, ik heb er helemaal geen probleem mee. Ik ben niet anti-Martianate of zo. Kom je er maar. Terwijl iedereen naar Mars wilde, dan doei. Ja, hier zijn de beste tomaten. En nu weet ik weer het onderwerp. Koken. Snap je? Op Mars groeit niks. Dus waarom zou je daar naartoe gaan? Als er geen tomaten zijn. En begin met mij over koken. Er zijn twee mogelijkheden. Ik ben de eigenaar. De verantwoordelijke. En het gebeurt precies zoals ik het zeg. Of je bent een leerling. Als het gaat om koken. Punt. Ik moet mijn coördinator nog een mail sturen. Dat mijn collega. Dat zijn andere dingen. Het gaat allemaal over koken. En er gaat iets niet goed. Mensen begrijpen het niet. Mijn coördinator die denkt, ja, je kookt voor waardering. Het moet. Mijn collega ook wel. Ja, ze moeten het wel lekker vinden en er moet zoveel gram zout en zoveel. Nee. Zo kook je niet.
Je kookt uit medelijden met de hongerigen. En het eten dat je geeft, dat is dan, ik verexcuseer mij, dit is het beste wat ik ervan kon maken. Dat is koken. En geen fancy stuff. Een boerna gorst. Daar kan iedereen. Serieus. Gelijke delen ui. Hey, dat is die bolognese. Maar met ui mag wat meer. Dan heb je... Look it even up. Het gaat over ui, gember en knoflook. Verse. Alle drie, hè. Die gaan als eerste in de pan. En dan heb je daar geklaarde boter bij. AUB. Als je dat niet hebt, heb je het niet. Boerna gorst is armeluisvoedsel. Dat is gebraden vlees. En dan gaan we het vlees even braden. Snap je? Nou, daarvoor gaan we eerst ui. En niet te weinig, niet te weinig, niet te weinig. Want er wordt allemaal gekarameliseerd. En gebraden uien zijn zoet. Goed doorgebraden uien. Je kan het ook overdrijven. Dan gebruik je uien als bindmiddel. Ja, dan moet je maar even kijken. Je doet die uien, de gember en de knoflook. Ga die uien lekker fruiten. En die gember en die knoflook in de gaten houden. Dat doe je voor 5 minuten. 300 seconden. Dan gaat het vuur omlaag. En dan gooi je daarin koriander. Poeder. Kurkuma. En komijn. Poeder. Allemaal. Dus kurkuma, koriander, komijn. Onthoud die namen. Geelwortelkruid. Koriander, zaadjes, poeder. En komijn. En dan gaan we variëren. Chili poeder. Niet te zuinig. En dan moet je kijken naar de goede chili poeder. En meestal die zakjes bij de toko, die grote zakken met chili poeder, die zijn erg goed. Ja, beter kan het niet, naar mijn mening. Want dan ga je die gember en de knoflook en die uien lekker laten kennismaken. Hey, meet Mr. Croyd, hè? Kruid. Dat heet het bevrienden van het kruid met wat je net hebt gevraagd. Oeh, lekker man. Dat is een basis voor van alles. Hoor. En aan jou is het de keuze om... Ja, wat doe je meer, wat doe je minder? En wat heb je? Ja? Wat je hebt is die gedachte. En dat je ervoor gaat. En dat is koken.
En dat doe je uit liefde voor de gasten, de eters. Jij laat zien aan de Latijnse God. Jij laat zien aan de Latijnse God dat jij werkt. En dat jij kan koken. En dat jij een orde kan scheppen uit chaos. Snap je hem nog? Snap je hem nog? Hij komt tot rust dan. Hij houdt een boenekorst aan. Heb je die uien, heb je gevraagd. Je hebt de knoflook en de gember, heb je erbij. Dat is allemaal lekker. En dan kijk maar wat je hebt. Hè? Ik zou niet te zuinig zijn met die gember. Maar dan moet je zelf maar even kijken. Hegel. Niet zo'n hele leuke vent. Maar Hegel heeft gezegd. Een grens leren kennen. Is hem overschrijden. Dat zou ik bij de boenekorst ook doen. Qua gember. Als mensen gaan zeggen van. Jeetje, wat een hoop gember. Dan moet je ophouden. Maar zolang ze er niet over klagen, moet je alle gember, hoppakee, en een verse gember. Geen gezeik. Dat kan je invriezen. Het kost geen drol. Snap je? En van die grote harde uien, dat kost geen drol. En een beetje knoflook. Wat zeg je daarover, man? En ga groot met die gember. En dan kijk een beetje naar de gasten. Van, oh, die kan wel zoveel gember hebben. En die kan wel zoveel. Iedereen een centimetertje gember wordt, hoor. Of 2 centimeter, een inch of zo. Even tellen. Weet je. Oh, zoveel gember. Daar beginnen we mee. En dan choppen, choppen, chop, chop, chop. Ja, begrijp mij goed dan. De gemberwortel. Dat is een. Dat gember is heel bijzonder. Als je dat nou een keer begrijpt. Als je nou snapt, er zijn. Dat is een smerig verhaal, maar. Vrouwen met een kleurtje. Ja, de Indiaanse vrouwen. Dat is toch iets. Ja. Je hebt ook van die blanke slavinnen, die helemaal niet bestaan. Indiaanse vrouwen. En zij eten gember. Snap je? Dat moet jij ook doen. Ja, en een boerenkorst is een prima manier om gember te eten. Dus er gaat een belachelijke hoeveelheid gember flikken we erin. En zoveel knoflook als ik heb, wat je maar lekker vindt. Maar voldoende. Om die gember een beetje te compenseren met die uien. En niet te zuinig. Jo, maar dan kreeg ik zo'n stank uit mijn mond. Nou, dan ga je gewoon je hond neuken in je kont.
Dat maakt er helemaal niet uit, man. Hé, hey, jij stinkt uit je... Hé, hey, mensen zeggen dan, je stinkt... Nee, je stinkt niet uit je mond. Je ruikt. Want je hebt knoflook gegeten. En we maken dat. Ben jij een of andere vampier die een ander in zijn nek loopt te hijgen? Ik wil je iets zeggen. Dat ben je toch helemaal niet? Je houdt je woord voor jezelf, want jij bent kok. En je weet van de keuken. Snappie. Of je hebt geen weet van de keuken. En blijf dan weg. Uit de keuken. If you can't stand the heat, stay out of the kitchen. En mannen koken. Empirisch gesproken beter dan mensen met de onderballen in de buik. Punt. Want mannen kunnen overal tegen. Wij mannen maakt het niet uit waar we zitten. Is het Stalingrad of Auschwitz? Dat is het lot wat ons gegeven is. In de keuze van strijd bedoel ik dan. Hè? Ik ben van strijd. Ik hou van de directe aanval. En hoe ik dat voor mekaar moet gaan krijgen. Jeetje, mijn kruisje. Ik zou het bij Tatatus niet weten. Koken is uit liefde. Het is niet om indruk te maken. Koken doe je om de hongerigen te voeden. Dat is alles. De dorstigen te drinken of te lessen. De dorstigen te lessen. Te drinken, te geven. Dat is alles. Dat is koken. En vrouwen zoals mijn dochter, mijn wettige dochter. Ik eis geen enkele DNA-test. Want dat doe ik niet aan. Mijn dochter die zegt, ja, ik ben een langzame kok.
Ik ook, hé, rot op uit de keuken. Ze kan helemaal niks. Ik kook voor meer dan 10 mensen. Elke vrijdag. En ik bestel. En ik krijg maar wat. En ontbreekt er dit. En ontbreekt er dat. En ik heb het laatst afgesproken met Barça. Die komt uit de Antillen. Echt een mooie vrouw. Zo zwart als de nacht. Goeie. Nou, als jij een timmerman bent, hè? Of een elektricien. Met een cv. Dan geef ik jou de contactgegevens. Dat is de moeder van jouw kinderen. Want zij kan koken. Zij kan koken. Zij waardeert mijn koken. Oh, 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 oh. Het gaat om het koken. Als wij de wereld willen verbeteren, dan gaan mannen koken. Kook. Schep orde uit chaos. De ingrediënten uit de supermarkt, die kan je niet in je mond stoppen. Wat je wel kan doen, is dat je die stomme plastic zakjes, die moet er allemaal af en hoppakee, dat gaat bij de PBD, plastic, blik en drankverpakking, drinkverpakking, dat gooi je, dat recycling, hè? En dan heb je nog de spul over. En wat ga je daarmee doen? Daar gaat het om. Er ligt chaos in de supermarkt. Er ligt ook chaos bij de Turk en de Irakees. Maar je zal maar in Aalten wonen. Daar heb je geen Turken. Nee, die zitten allemaal in Arnhem. Maar in Arnhem heb je nog Turken. En dan kan je dan verkeerde kop. Dat was even diets, hè. Bakker de kop. Nou, dan kreeg ik kalfsvlees kop. Een schaapvlees kop. Een rundvlees kop. Dat is duur. En ik heb nog kipvlees kop. Maar wat ga je ermee doen? Now that we found love, what are we gonna do with it? And we, I got a we. Ja, snap je? Je moet koken. Ja, dat stomme gebed. Wat Christus Jezus is afgedwongen. Ja, je hebt helemaal geen zin in bidden. En wat moet je dan bidden? En dat was onder... Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Hier op de hemel, whatever. Dan geef ons heden ons dagelijks brood. En leer koken. Serieus. Koriander, komijn, kurkuma. Very important. Als je dat niet snapt, dan ga maar huilen bij je hoere Germaanse moeder. Non, je ne regrette rien. Rien de rien.
Non. Je ne regrette rien. Ni le bien. Comment faire? Ni le mal. Tout c'est me bien. Égal. Non. Rien de rien. Daar kan het liedje. Belangrijk is dat je begint met ni le bien. Comment faire? Leer koken. Dus die boenenkosten. Dus je begint met die uien en dan gaan die kruiden gaan erbij. En dan heb je hem net verteld hoeveel peper, whatever. Ja, geen chili, noem maar zwarte peper of witte peper. Of maar niet. Als het maar overneugend heeft is. Über, op z'n Duitse. Über fucking heis. Overneukendheid. Daar gaat het om. En dat je mensen die dat eten, die ik zie sterretjes. Dit is te heet. Die wijven moet je hebben. En die dan vragen om meer. Ja. Jij moet het doen. Als man. En geen verbrande peper. AUB. It's a no-go. Als je mijn regels volgt. Dan, kijk, die peper die gaat erin op laag vuur. Ja, zoveel peper en dan lekker doorroeren. En dan zijn we nog maar begonnen. Er komt al dat vlees komt erbij. Dat vlees heeft kamertemperatuur. En dan gaan we omscheppen. Feeling hot, hot, hot. Maar boenengosjes vind ik zelf. Wat persoonlijk. Het is gewoon wel een gozer uit Bovenkerk. Boenekorst. Als je dat mensen voert, hè, dan liggen al die varkens slap achterover. En hebben nergens meer zin in. Want hun darmen, hun intestinaliën, die gaan. En ze zijn best aardig. Daarna, hè? Je geeft mensen een boenenkorst. En dan, oh nee, dankjewel. Heel erg, bijzonder fijne avond. En ja, dankjewel. En dan gaat iedereen naar huis. En dan 's morgens vroeg. En, burn, baby, burn. In die anus. Burn, baby, burn. En dat hebben ze helemaal niet beseft. Want ze zitten die komkommerrijta daarbij op te vreten. En dan valt dat allemaal wel mee. Ja, dat dacht je. Sukkel. Leuk, hè? Dat jij net zo'n sukkel bent als dat ik ben. Allemaal sukkel. En wij kunnen een boenenroest maken. Nou, wat je gaat doen is dan moet je dat drogen. Je moet droge dobbelsteentjes hebben. Van rund of schaap. Maar niet uit. Maar als het maar droog is. En niet te veel vet. Als het
Moet je maar even kijken. Hè? In principe droge dobbelsteentjes. Droog. Droog betekent geen H2O. Droog. Spreek ik Frans of zo? Droge dobbelsteentjes vlees. Ja, you go fuck yourself. Dan gaat het helemaal heel heavy. En dan flikker je al die droge dobbelsteentjes of wat je er maar weet van te maken. Ik moet op HK22, heb ik het ook gedaan. En dan heb je die staartjes. Dat is geen dobbelsteen, maar dan moet er toch maar in. Het moet droog zijn. Geen water. Want al het water moet uit het vlees getrokken worden. En dan komt, dat doe je met roerbakken. En dan het enige dat er gebeurt op dat moment is dat dat water uit dat vlees komt. En dat gebruiken wij als bouillon. Dan gaat de deksel op de pan. En pruttel. En dan ga je net zo lang pruttelen en af en toe met een eventjes omscheppen. En de deksel erop houden. Nou, als het, dat de hele boel qua water echt wel, joh, ik denk, nou, het is droog, dan gaan we roeren bakken. Zo lekker, jongen. Het vuur hoog. En daarna nog eventjes het vuur laag. En dan bakken. En dan gieten we daar. En wat doen we dan? Ja, dan is het wat je maar wil. Geen de goede weg, hè? Heet water, bouillon, aardappels, het lekker. Als je weinig vlees hebt, aardappels erbij. Een beetje tomaat. Maar ik doe ook de pepers, als je toch pepers hebt. Hoppakee, knettert er maar bij. En dan gaan we een uur lang koken. Pruttel. Net zo lang tot het overneukend heet is. Dat is boon en gorst. Dan heb je een heel klein beetje vet en ja. Ja, dat is het. Vet en ijzer. En eiwit van dat vlees. En dan ben je klaar. En die tomaten erbij. En dan de yoghurt. Met die komkommer en dat komijn. En dat alles bij elkaar. Een beetje rijst. Maar jij kan hier alles van maken. Het maakt geen donder uit. Dat kan je doen in je lullige kut Hulkenstein flat. Dat kan je morgen gaan maken. Heb je me goed begrepen? Het kost je tijd. Dat wel. En de eerste keer, dan gaan je kinderen, je bent alleenstaande moeder, stel. Ik loop kankeren of zo. Ik vind het helemaal niet lekker. Het gaat erom wat jij proeft. Pas op dat je die peper niet verbrandt. Dus goed aan de temperatuur houden. Als je die kruiden erin doet en het vuur is laag, dan trekken die aroma's, meervoud, in de uien en dan komt dat koude vlees erbij.
Dat is droog. Hè? En dan gaan we roeren bakken. Net zolang tot we een badje hebben. Want lekker om in een zwembad, allemaal in een zwembad. Dan gaat het deksel op de pan. En dan weer eventjes blijven, die bodem, die moet je schoonhouden. Die bodem schoonhouden en het deksel op de pan, pruttel, pruttel, pruttel. The worst is yet to come. Want daarna gaan we hoog vuur en dan is het schip, 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 schip. Dan gaan we Boenagorst. En als Boenagorst voorbij is, dan komt er de zondvloed met wat je maar wil. En dan een uur lang. Dan kan je een aardappel in garen. En beter doe je de aardappel dan een schilletje eraf. Want dat heeft niet zoveel zin. Maar dat je netjes stukjes aardappel erin. Aardappel is een groente. Het is vegetabel. Snap je? Ja, leer koken. Trut. Ja, ik ben geen trut, want ik heb klootzakken tussen mijn benen. Ja, dat is wel. En als je niet kan koken, ben je een trut. In mijn ogen. Put. Je moet kunnen koken. Je moet dat kunnen. Punt. Als man kan je zeggen van ja, ik ben meer van de boormachines. Nauwkeurige gaatjes meten en dan. Ik zeg je, koken. Leer dat ook. Als mannen tegen de mannen. En mannen moeten leren koken. Mannen moeten snappen dat ze beter kunnen koken. Dan die trucjes met de onderballen in de buik. Want die kunnen helemaal niet koken. Punt. Ze hebben Albert Heijn, of van Adolf Hitler. Ze hebben die blaadjes nodig. Om te kunnen koken. En wij niet. Hè? Wij kunnen koken. En vrouwen, die tweede mensensoort, want je had dus eerst Adam en toen kreeg je vrouw. En die vrouwen, die kennen niet koken. Punt. En dat is mijn observatie. Dat vrouwen niet kunnen koken. En ze de reet verstand hebben. Van kokoma. Echt de reet verstand hebben. Ze schijten over kokoma. Ja, mijn hoofd schudt. Nee. Ik vind het een schande. Dat mannen niet weten. Dat vrouwen niet snappen. Behalve
in mijn geval, maar ik heb altijd mazzel. Dat ik een aantal vrouwen heb ontmoet. Meer dan één. En die deugen. Ja. Ik was op vakantie in Finland. Er was een vrouw en die was het hoofd. En mijn vriend Wim Kruidentuin, dat is een schuilnaam, die vroeg aan mij, wil jij samen met mij een keer gaan koken? Nou, zei ik, dat is goed. En die vrouw die zei, dat heb ik liever niet. Mannen die koken, dat dacht die vrouw. Dat een goede beslissing was. Want we waren op vakantie. Alles moet goed gaan. Geen mannen kookbeurt geven. Nana Strofja en you go fuck yourselves. No, zei Wim. No, het mag niet. Ja, so be it, hè? De vrouwen zijn de baas. Ja, toch? Als je die Boenekost, hè, een uur lang hebt laten pruttelen, nadat je hem totaal Disco Inferno hebt gedaan, ik zou zeggen afgekoelde rijst. Die boenekorst is zo heet. Koude rijst is misschien lekkerder. En niet koud, maar kamertemperatuur. En you go fuck yourselves. En pas op hoor. Het is nu woensdag en vrijdag ga ik spaghetti carbonara maken. Met minimale ingrediënten op HK22. Kijken hoe dat afloopt. Ik wens jullie allemaal een gezellige en feestige, hernieuwde, van alles. Nu jij van mij geleerd hebt dat het gaat om het scheppen van orde uit chaos. Op de een of andere manier. Of de andere manier. Nou, die boenekorst, dat snap je nou wel, hè? Dat komt wel goed. Dat is die voorbereiding. Als je dat, die hoeveelheid chilipoeder of zwarte peper,
Je moet een keer de fout ingaan om te weten dat je, ja, oké, dat was te ver. En zoek die grens op. Als je de grens niet opzoekt, dan weet je niet waar die ligt. Snap je? En doe dat vanzelf met een Buna Ghost. En dan kan je ook nog, je kan er van alles mee doen. De kokosmelk kan erbij. Nou, geen kip, dat gaat hem niet, man. Maar van alles. Oude koeien, jonge koeien, oude lammeren, jonge lammeren. Bekijk het maar. Geen garnalen, dat kan niet. En als ik zeg dat je geen garnalen Buna Ghost kan maken, dan ga jij gelijk denken, ja, maar dat zegt Perry wel. Kan het? Echt niet? Ja, precies dat. Dus uien, verse gember, verse knoflook, koriander, komijn, kurkuma en chilipoeder. Dan dat vlees erin. Ja, you go fuck yourself. Het maakt niet uit. Het maakt er niet uit, man. Het maakt niet uit. Of jij kookt of niet. Wat er uitmaakt is dat jij kookt uit liefde, uit aandacht, uit dat je het wil, zonder angst. Mooi, hè? Dus dit is een college. Dus jullie zijn nu ontslagen. Want ik ben voorbij de 45 minuten. En ik heb eten nodig. En ik heb nog wat bier. You go fuck yourself. And or you go fuck yourselves. En begrijp me goed. Dat mijn liefde probeert te overstijgen. Hey, dag lievers, en maak je vooral geen zorgen. Als ik al dat werk doe, hoef jij niks te doen. Doei. Even verdorie. Ik had die